En wordt het een sport tussen zeven renners? Of is er nog iemand die de kopgroep oploopt? We zijn benieuwd, we zijn in spanning voor deze laatste ultieme kilometer van deze ouverture hier in Moen. Een zonovergoten openingswedstrijd van de Landelijke Wielerunie die dit jaar een volledige kalender kan presenteren. Een volledige kalender betekent meer dan 40 wedstrijden met onder meer een headliner als Nazareth, het Belgisch kampioenschap. Onze organisator die staat hier met de geblokte vlag aan de aankomst. Jens, de organisator van het Belgisch kampioenschap in Nazareth. Over enkele maanden. En hier is de spurt aanhang. En het wordt een langgerekte spurt. Met inderdaad Patrick. Ja, het nummer 2. Dat wordt een fotofinish, een close. Patrick Bommelijn. In een spurtje met een nummer 2. Ik kan nog even spieken. Kan dat Penny van Spieken zijn? Inderdaad. 1 en 2. Daarover moeten de aankomstrechters nog beslissen. Aankomstlijn volledig. Of aankomstzone volledig verkeersvrij. Vrijhouden. Renners spurten voor hun plaatsen. Dichte ereplaatsen. Nu wordt het toch even wachten op het achtervolgende pelotonnetje. 7 man zijn ondertussen de aankomstlijn overschreden. Komen ze hier verspreid of in verspreide slagorde over de lijn? Inderdaad. Ja, het kan ook dat inderdaad opwarmende renners de baan volledig verspreiden. Aandacht. Aankomstzone volledig vrijhouden, alsjeblieft. Wij verwachten nog een pak renners die hier zullen strijden om een dichte ereplaats in de onderscheiden categorieën. Weten we ondertussen al wie de winnaar wordt? Of moet dat nog even? Inderdaad. De fotofinish zal uitmaken wie hier de eerste wedstrijd komt te winnen. Patrick Bommelijn. Onze Belgische aandacht, spurtje met z'n drieën. Pas op. En dat wordt hier vlot gewonnen door nummer 100. In de blauwe categorie. En dat is niemand minder dan de blauwe nummers. Nummer 100. Van Spieken, aankomst ook voor het nummer 327. En het nummer 13 is niemand minder dan Frankie Baart. Aankomst. Proficiat voor hun wedstrijd. Onze eerste dame kan het. Ja, goed. Inderdaad. 27, onze eerste dame is Claire Thomas. Baan volledig vrijhouden, alsjeblieft. Het is niet omdat de eerste renners de passage hebben gemaakt of aankomst hebben gemaakt dat de andere renners nog niet strijden voor hun ereplaatsen. Ook zij moeten hun kansen naar behoren kunnen verdedigen. Straks is er de huldiging, de ceremonie protocolair van de laureaten. En wat wordt nog even wachten op de fotofinish van onze winnaars. Zij worden straks in de bloemen gezet. Bij de dames kunnen we al vermelden dat Claire Thomas wint. Dat is met zekerheid bekend. Pas op met ze. Spurtende renners. Voilà, voilà, voilà. Mooi. Wat een blijdschap voor hen die hun eerste wedstrijd hier bij de Landelijke Wielerunie rondmaken. Renners met mondjesmaat binnenkomend. Baan volledig vrijhouden, alsjeblieft. Want het wordt nog altijd gespeeld. Hier ook een ferme bende die hun opwachting maakt. Nog voortdoen! Ja, goed jongens! En de groene vlag sluit de wedstrijd. De eerste wedstrijd, de première van de Landelijke Wielerunie hier in Moen. Robert. Ook zijn wedstrijd zit erop. Straks hun